Op de website van de Raad voor de Journalistiek stond aangekondigd dat er op vrijdag 17 mei 2024 een zitting zou zijn. Dan zou de behandeling plaatsvinden van de zaak van Marlies van Muiswinkel tegen de Volkskrant. En, maar ja, het is nu uitgesteld. De reden is onbekend. En Van Muiswinkel had een klacht ingediend. Ik wilde dat ook doen, maar ik wachtte nog even. En dat gaat over dit artikel. Dat stond online één dag nadat wij in eerste aanleg veroordeeld werden door de Bredase rechtbank. Dus het werd gepubliceerd op 9 december 2023. En ja, Omroep Human en Argos hebben ermee te maken. Human, wat staat er nog meer? Ja, hier staat Argos. Maar ja, het aparte is, de hoofdredacteur van Argos, die zit in de, die is van de Raad voor de Journalistiek. En ook een van de vicevoorzitters van de Raad voor de Journalistiek, Bokwinkel, ja, die is ook niet helemaal, die is niet objectief. Want even kijken, hier staat Argos terughoudende verantwoordelijke hoofdredacteuren Willem van Zeeland en Mark Josten vertellen in een toelichting dat er op Argos redactie veel discussie is geweest over de reportages al voor de uitzending. Maar ja, Josten is dus, Marlies vecht het een en ander aan. En Josten die heeft een dubbelrol als hoofdredacteur van Human. Maar ja, hij zit ook in de Raad voor de Journalistiek. Ik ga even naar een ander stukje. Maar ja, kijk, ik en Pieter, mijn neef Pieter, worden ook in deze zaak genoemd. Nou ja, wat staat hier nou? Ja, ik mag geen namen noemen natuurlijk, want dan word ik onmogelijk gearresteerd. Dus ik noem ook helemaal geen namen. Ik mag wel de naam van mijn neef Pieter noemen en dan word ik niet gearresteerd. Ja, erg hè. Maar ja, ik heb in de rechtbank gezeten vorig jaar mei en juni en toen heb ik de slachtoffers van kindermisbruik gehoord. En die hebben tegen de rechtercommissaris, dat zijn de kinderen van Marlies, en die hebben verklaard, ja, we zijn verkracht. Twee meiden en één jongen hebben dat verklaard en ik heb erbij gezeten en de oma heeft het bevestigd. Ja, maar daar heeft de Volkskrant niet over geschreven en Argos en Human, niemand heeft erover gepubliceerd. Nee, want dat kwam natuurlijk niet zo goed uit. En op de website van de Stichting Misbruikt heeft oud-nationaal rapporteur Corine Detmeijer op 4 januari 2024 een brief geplaatst. En ja, ik raad iedereen aan om die brief te gaan lezen. Het linkje staat hieronder onder het filmpje. En ja, Detmeijer is internationaal een grote autoriteit. Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen is zij geweest. En zij heeft een klacht ingediend bij, hoe heet het nou, bij VPRO en Omroep Human. En Detmeijer schreef deze brief namens de slachtoffers van georganiseerd ritueel gewelddadig seksueel misbruik. Het verwijderen van de documentaires doet ernst, of de radiodocumentaires over kindermisbruik doet ernstig afbreuk aan de erkenning van deze groep slachtoffers. En zij zit in de zij is voorzitter raad van toezicht van de Stichting Misbruikt. Ja, lees de brief. Ik mag er niet te veel op ingaan, want anders word ik gearresteerd. Maar het belangrijkste is, de zaak van Muiswinkel tegen de Volkskrant is uitgesteld. Reden is onbekend. En kijk, de samenstelling van de raad moet ik nog even laten zien. Nou, Janneke Bokwinkel, die heeft veel rechtszaken gedaan met een andere rechter. En dat is die is getrouwd met de ex van Marlies. Dus ja, dat is niet helemaal objectief natuurlijk. En hier is Josten, lid van de Raad voor de Journalistiek. En Josten bepaalt dat de radiodocumentaires eraf gingen bij Argos. Nou, dus dan als Marlies van Muiswinkel, die heeft klachten ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. Maar ja, dat is geïnfecteerd met mensen die laten Marlies natuurlijk nooit winnen.